Lens en Oranje, daar gaan we straks zeker over praten. Maar je hebt nog meer dingen gezien van de week natuurlijk. Want je hebt weer... Nee, ja, ik wilde het niet meer over Manolev hebben. Maar nee, ja, toch? Als hij nou, als hij nou weer goals gaat maken, dan kom ik er niet onderuit natuurlijk. En wat mij opviel aan die goal is, zolang die niemand van de tegenpartij tegenkomt, gaat prima. Ja. Want ik had het eigenlijk leuk gevonden als die laatste twee die hij tegenkwam, als die ook weggestapt waren. Hij kon er echt helemaal niemand tegen. Dus dat nou gewoon door laten lopen. Ja. Maar hij deed het prima. Hij deed het prima. En ik neem ook, als hij dit nog een paar keer doet, alles terug. Al ben ik bang. Ja, dat als het er toch een keer een tegen gaat komen onderweg, dat het weer moeilijk wordt. Maar hij is... Maar verdedigend was het echt vreselijk weer, weet je. Ik bedoel, hij verdedigt niet. Hij is gewoon een soort geflipte rechtsbuiten. Die gewoon... Daar is je ook mee begonnen ooit, naar voren rent. Steeds verder naar achteren gezakt. Dat is gewoon heerlijk. Want, weet je wat ik zo leuk vind? Dat weet Bert op linksbuiten gespeeld. Nou wil PSV Lens, want je zou die Manolev achter je hebben. Daar word je helemaal gestoord van. Dat elke keer als jij die bal hebt, dat die over je heen zijn.